Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking te zien, maar laaghangende bewolking ziet de satelliet niet. En die is er toch wel degelijk. Er is ook sprake van mist op sommige plaatsen. En de komende uren gaat dat langzaam verdwijnen. Gaat niet overal even snel. En op plaatsen waar nevelmist of laaghangende bewolking hardnekkig is, blijft de temperatuur ook wat achter. Maar vanmiddag is het op de meeste plaatsen toch echt ronduit zonnig. Dan wordt het 9 tot 12 graden het warmst in het zuiden van het land en dan waait de meest matige wind uit het oosten kracht 3 tot 4. In de avond blijft het tamelijk helder. In de komende nacht kan hier en daar wel een enkele mistbank ontstaan. In de avond zakt het kwik snel. In de nacht kan het 1 tot 3 graden vriezen op sommige plaatsen. Met dus nog een enkele mistbank erbij. Dan gaan we naar morgen. Dan is het gewoon ronduit zonnig. Mistbanken zullen heel snel verdwijnen. 8 tot 10 graden op de thermometers. Nog wat meer wind. En dat betekent dat het voor het gevoel nog wat kouder is. Temperaturen gaan sowieso wat omlaag, want zondag halen we 6 tot 8 graden. En na het weekeinde zakt het kwik verder weg. Zondag starten we nog met veel zon. Laat op zondag toenemende bewolking. En vanaf maandag zijn er vaker wolkenvelden. Stevige oostenwind maakt het voor het gevoel koud, maakt het schraal. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.